zakjes. Ja, chef vroeg mij een paar weken geleden om hier aan mee te doen. En hij mailde mij, het is een Woody Guthrie tribute, maar ik heb liever dat je geen liedje van Woody Guthrie doet. Dan begreep ik niet gelijk waarom, maar hij had graag dat ik iets van Bruce Springsteen deed. Nou, dat wil ik met alle plezier doen. En eigenlijk was de vraag nog specifieker, zou je The Ghost of Tom Joad willen doen? Even uitleggen wie Tom Joad is, of was. Tom Joad is de hoofdpersoon uit het boek van Steinbeck, The Grapes of Wrath. Er is ook een film van gemaakt. Woody Guthrie was daar zeer van onder de indruk en schreef een hele lange ballade genaamd Tom Joad. En Bruce Springsteen heeft dat later nog een keer overgedaan met een andere ballade en die noemde hij The Ghost of Tom Joad. Ook geïnspireerd door die prachtige film en het boek van John Steinbeck. The Ghost of Tom Joad. Struggling to be free.
Look into her eyes, mom, you'll see me. Well, the highway is alive tonight. Nobody's getting nobody by where he goes. And I'm sitting down here in the campfire light with the ghost of old Tom Jones. Yeah.